Hey mensen van de programma Thomas.9 en leuk dat jullie naar een nieuwe video kijken. Ik ben Thomas en vandaag speel ik weer Skyrim, oftewel de Elder Scrolls. Het is alweer 8 weken geleden dat ik voor de laatste keer een opname heb gemaakt hiervan. Dus misschien wordt het wel een extra lange opname. Wat we als missie doen vandaag is Elder Knowledge. Dus, let's go! Ik trouwens even mijn magie uitzetten. En we zitten trouwens in een windhelm of zo. You are now in the Arcanium, of which I am in charge. It might as well be my own little plane of oblivion. Disrupt my Arcanium, and I will have you torn apart by angry Atronox. Now, do you require assistance? The N equals. Yeah. A moth priest? What in oblivion do you need a moth priest for? You lelijk eruit ziet. Fine, fine. No need to get your britches in a twist. The obvious answer is to go to the Imperial City. The moth priest make their home in the White Gold Tower. Sometimes they go out looking for Elder Scrolls. Lucky for you, there's a moth priest in Skyrim right now. Doing just that. He stopped in to do some research in the library, then left for Dragonbridge. If you hurry, you might catch him there. Okay. Dus even kijken om. Laat me heel even snel naar quest gaan. I don't want to see you treating any of these books poorly. Are we clear? If you're feeling adventurous, I'm always looking for someone to procure valuable books from some more dangerous locations. Well, all right, here. I scribbled down the last place I'd heard about. Check it out, but be careful. Oh yeah, deze. Yeah, and what do you plan to do with it? Do you even know what you're asking about? Or are you just someone's errand boy? I knew it. Everyone comes in here expecting my help, but they don't even have the proper questions. An Elder Scroll is an instrument of immense knowledge and power. To read an Elder Scroll, a person must have the most rigorously trained mind, or else risk madness. Even so, the divines usually take the reader's sight as a price. Ah, you think that even if I did have one here, I would let you see it? It would be kept under the highest security. The greatest thief in the world wouldn't be able to lay a finger on it. I don't know who told you that, but I'll do what I can. What we do have are plenty of books. I'll bring everything we have on them, but it's not much. So don't get your hopes up. It's mostly lies, leavened with rumor and conjecture. Okay, ik weet niet of deze gast mij. Alright then. Okay. Deze lelijke man gaat ons helpen, mensen. Here you go. Try not to spill anything on them. Mhm. Aha. Okay, we hebben nu dus. Okay, over the insane. I don't want to see you treating any of these books poorly. Are we clear? Hundreds of years have gone into assembling this collection. It's going to stay pristine, understand? All right then. You need a book? You talk to me. As a matter of fact, immense, he hold himself up since then.
I've heard whispers of more of its work having turned up. If you can track it down, it may prove useful to all of us. Okay, even kijken hoor. I don't care if you wrote it yourself. Of course, mages need to be reminded to be careful around research materials. We've been keeping this collection since the Second Era. I have a few things laying around that weren't... Okay, dat hoef ik niet. I have a few things laying around that weren't worth... Is. Okay. Alright then. Hoe moet ik die vraag aan hem stellen? You know, they say knowledge is its own reward. Wow, wie zegt dat opeens? Wow, opeens komt die gast er. Wordt hij hierbij? Illusion really is the least of... Okay, laat me even kijken hoor. Quests. Learn the location of the Elder School. Nou, zo moeilijk of zo makkelijk gaat dat niet. Find Journal Vikings. Zou ik dat maar gewoon even doen? Zoek die andere even uit. Oké, nou, dan gaan we dat maar even doen. Let's go! Skyrim. Waar moeten we dan naartoe? Deze kant op. Helemaal naar dit puntje. Nou, even kijken, waar kunnen we dan naar fast travelen? Nou, dan gaan we daar wel even naartoe fast travelen. I don't know waar dat is, maar het is helemaal aan het puntje linksonder als ik het goed zag. Mooi shop zou open from about 8 a.m. to a.m. Shop is closed, wait into morning or pick the lock and break in. Je laatste die is fucked up. Wow. Ben ik hier ooit eens geweest? Ik ben het helemaal vergeten. Ja, het is ook echt een hele lange tijd geleden dat ik deze game heb opgenomen, omdat... Ja, ik heb hem in de zomervakantie... Voor de zomervakantie heb ik hem nog opgenomen, 3 afleveringen, en daarna niet meer. Wow, wow, wow. Oeh. Ik heb een sleutel gevonden, mensen. Everyone stay back. The Markor City Guard have this all under control. There are no force wars here. Oké. Ik merk het hoor, dat hij alles onder controle heeft. Er is wel iemand dood gegaan. Everything all right? Wow, zie deze groep dan. Dragons? Wow, dit ziet er ook wel weer echt heel gigantisch mooi uit. De stone. Die mag je gewoon ook overal naar binnen, want ik ben de heilige man hier in Skyrim. De heilige man die pas level 17 is, maar dat maakt niet zoveel uit. Een heilige man die in een laadscherm zit. What are you hiding, priest? I'm not hiding anything. It's closed for a reason. Typical imperial lies. First you take away Talos. Now you're keeping us from seeing our honor dead? You and the Jarl will answer for any desecration of my ancestors' body. Okay, laten we gaan. That's enough, Thangor. Wow, kijk, cool dan. Is het even dit allemaal in de game, Sotjo? Kijk dan. Wow, dit is creepy. Ah, een hond. Ach, ik koop nog een hond. Oké. Who are you to approach the Jarl of Markarth? I'm a traveler. Very well. You may approach the mournful throne. But watch your words. Keep your eyes open for Forsworn when you're on the roads. More settlements have sent riders to save dragons. Oh, we moeten deze kant op, zie ik trouwens.
Gaat ik even over deze hond heen lopen? Oké. Alles kan in Skyrim. Oké, wacht. Waar moeten wij naartoe eigenlijk? Ah, ergens hier of zo? Kijk ook. Nee, we moeten hier naartoe. Of hier. Ja, we moeten die richting op. Alleen, hoe komen wij daar? Want die kaart zouden we hier ergens naartoe moeten. Is dat hieronder of zo? Hoe de F komen wij dan, mensen? Hier ergens? Silverblood family will be heard. Ja, zo. Kijk, zo komen we. Jezus, dit is groot, dit hele ondergrondse gangenstelsel. Hele ondergrondse stad of zo lijkt het wel. Oké, we hebben gevonden waar we naartoe moeten. Wow, het ziet ook echt super mooi uit. Oké, gelukkig gaan ze niet. Ik hoop echt niet dat ze nu achter me aangaan. Oké, want het was dicht of zo, hè? Met redenen was het gesloten. Laat me even mijn goede wapen pakken, hoor, mensen. Even mijn goede wapen. Ik denk deze. Ik denk dat ik deze ga nemen, hoor. Van Pietje is ook weer bij me. Oké, we moeten deze kant op. Volgens mij is hier ook verder niet zo heel veel te looten of zo. Want in Skyrim heb je echt super veel loot ook. Je moet hier ook oppassen op traps. Kunnen er ook af en toe zijn. Wow, allemaal mist hier. Oké, ik ben nu eigenlijk wel. Ja, ik snap nu waarom ze het hier dicht hebben gemaakt, wat die priester het over had. En ook blij dat ik dat heb gehoord, want dan weet ik dat ik me in ieder geval moet voorbereiden. En ik ben hier met mijn wifi. Zou ik toch even een ander wapen pakken wat iets minder sterk is? Laat ik gewoon even met mijn boog gaan. Ik ben vergiftigd. Oh. Oh, zij heeft oké. Oh, creepy shit dit, hoor. Kan ik hier gewoon doorheen schieten met mijn boog? Ja. Ik trouwens maar weer even in first person gaan. Wow, man, dit is echt creepy. Oh shit. Schiet hem! Done and done. Oh ja. Yeah. Yeah, en arrow. Oh, dit vind ik echt zo niet fijn, mensen. Het zit hier gewoon vol met spinnenwebben, hè? En daarom hebben ze dat dus gedaan zo. Oh, we gaan ook steeds dieper en dieper hierin. Wow, waar zijn we nu dan? Ik weet niet eens waar we hier naartoe moesten voor een of ander boek, toch? Laat me even snel kijken, hoor. Ik begin nu toch wel een beetje creepy te vinden. Shadow Writing. Who's there?
hands oh. off. Oh. Oeh, Falmers. Okay, in principe zijn ze niet super sterk. Alleen ik ga hem wel even alvast beschieten. Oh, dat had hetzelfde plan met mij volgens mij. Hit hem! Ik ben al eens eerder hier eens een keertje geweest. Ik weet niet of het een opname was, maar terwijl ik de game zelf aan het spelen was, ben ik hier al eens eerder geweest. Dat weet ik sowieso wel. Misschien is het gewoon dezelfde plek ook, maar alleen kan ook iets anders zijn. Wow. Dit man is groot. Ik hoop dat we eigenlijk nog wel goed gaan. Oh! Oh! Oeh, dat zag er episch uit. We zijn 15 minuten bezig. Ik weet bijna zeker dat ik hier echt ben geweest. Oh, waarom pakte ik dat nou op? Oeps, even een bootje droppen hoor. Baf en bow en zo. Oh, die heeft min damage volgens mij. Hier, deze. Deze moet ik droppen. Ja. Wij hier naartoe. Denk het. Wel, en ik zie daar een vijand. Ik weet echt niet hoe we daar moeten komen. Ik denk zo gewoon. Klopt dit hoe ik nu ga? Nee, ik moet terug. Who's there? Done and done. Done and done. Ik moet echt eens een keertje veel spullen gaan verkopen. Ja, dat is een goede vraag. Hoe kom ik beneden? Gewoon vallen of zo? I don't fucking know it. Oh, misschien. Oh, ik zie het al. Denk ik. Alleen hier kunnen we niet opkomen. Oh, wel. Toch wel. Nice, oké. Nu kunnen we naar beneden gaan. Oh, zie dit dan. Ja, ik heb hier volgens mij al eens een keertje iemand vermoord hoor. Ik weet het niet zeker. Of het was een andere god. Oh yes, ik heb hem gevonden denk ik. Of nee, nog niet. Dat is gewoon even een boekje. Wow! Oké. Oké, die hebben alleen armor, voor de rest hebben ze letterlijk helemaal niks. Ik denk dat ik maar gewoon in het water ga. YOLO! Oeh, ik ga snel weg hoor, ik vind dit zo creepy hier. Oké, naar de armory gaan we. Dat is bijna level 18. Nou, nu is hij sowieso dood. Oh, dat komt altijd weer. Laat even dit pakken, weak potion. Ah, neem maar mee. Nog iets van loot hier. Hij zegt helemaal niks qua loot of zo. Dat valt me wel op. Band, Wermen, Scrap, Metal. Oh, wat? Waar is shit gebeurd hier? Oeh, gelukkig. Oké, die farmer is dood. Oh, die arrow wil ik eigenlijk wel even meenemen. Zo. Nou, dat is gewoon zo'n rat. Oh, laat me hier even kijken hoor. Jezus, dat ding is te groot gewoon. Oké, we gaan gewoon rechtstreeks naartoe lopen, want hier zit ook niks in. Nope!
Nou, volgens mij zien jullie dit wel voor de eerste keer. Ik weet niet zeker of dat ik dit nou in opname zou ook had laten zien. Dat ik dit gewoon zelf had gespeeld. Volgens mij zelf. Maar dit ziet er echt heel episch uit als je dit nog niet hebt laten zien hoor. Ik vind het echt heel raar. Echt heel raar en cool. Oh jongen, dit is gewoon een doolhof. Ik snap echt niet hoe we helemaal moeten lopen. Ik heb het gevoel dat we nu al rondjes lopen. Oké, de control. Ik heb geen flauw idee waar het allemaal voor staat, maar het zou wel. Oh, what? We moeten ongeveer die kant op. Hier kun je wel veel metaal vinden, in principe. Wow, ho, ho. Who's there? Oh, eerst die gast. Ah. Oh nee, ik ben een beetje scheef. Nee, laat me even snel rennen hoor. Heb je hier ook allemaal weer traps? Nou, daar had ik het dus over, daar moet je een beetje voor passen. Oh, die andere die was hier. Ik heb echt geen flauw idee wat die trap trouwens activeerde. Maar ja, het zal wel. Er is een magie. Oh ja, yeah, dodge dit. Oh, moeten we even nou van achter? Deze is ook dood. Sowieso een trap, hè? Yep. Oh, die zag ik, mensen, die zag ik. Money, 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 money. Shit, ik heb weer te veel. Ik heb trouwens echt best wel veel dingen die echt super duur zijn. Maar door zo'n klein dingetje kan ik het niet meer dragen. Oh wow. Die scrolls is misschien wel handig om te bewaren. Koop dit maar gewoon of zo. Wow, what the fuck. Oké, ik heb rare dingen. Ik weer. Ja, dat kan ik weer. Dwarf en Warhammer. Damage 55. Oh nee, maar ik heb nu een wapen die 60 doet, toch? Volgens mij wel. Laat me heel even voor de zekerheid kijken. Ja, nee. Dus die hoef ik niet mee te nemen. Ik heb al een beter wapen. Maar gold kan er altijd op in. Oké. A lost expedition. Do I carry it too much to able to run? No! Wat goud wil ik wel even meenemen. Oh my god, mensen, ik heb te veel. Ik heb te veel shit, ik moet eigenlijk iets van de kist of zo hebben. Is dat mogelijk in Skyrim of zo? Nou, heb ik nog food? Wacht, laat me even mijn food weggooien. Oké, die books. Oké, dat boek bewaar ik. Ja, maar het heeft ook gewicht 0, dus ja, weet je. Jeez, dat is misschien ook wel handig. Maar robijnen en zo. Ja, iron ore. Misschien. Iron ignut kan in principe wel weg. Doe dit ook maar even weg, zo. Ik ben echt benieuwd wat dit allemaal is. Het lijkt echt wel een of andere fabriek of zo. Oh shit, het zijn heel veel. Het zijn er heel veel en ik vind die spinnen heel eng, want misschien word ik er wel ziek door.
dampjes hemmen. Dwarven Spider is de Chaos Damage. Wow man, deze ding is eng. Dwarven Gear. Wow, wat? Wat? Ze hebben gewoon robots? Oh my god man, dat is gewoon te fucking episch. Nee, dit is echt episch mensen. Ik zweer het jullie, dit vind ik echt episch. We hebben hier gewoon dus een hele fabriek. Die allemaal dingen maakt. Wow. Echt, ik zweer je, deze game. Gewoon insane. Dit is echt een hele grote game. Deze neem ik mee. Wow. Armor. Banded Iron Armor for my restoration. Dat zorgt 45 armor. Imperial Bow of Topor. Elven Sword. Nou, die neem ik niet mee. Die is in principe niet zo super sterk. Deze neem ik sowieso mee. En deze neem ik misschien ook mee. Ja, deze heeft 54 armor. Laten we even kijken bij Apparel. Degene die ik nu heb, die heeft 33 armor, maar geeft me wel 40 health points. Dus ja, ik denk dat we maar gewoon naar huis toe gaan. Ik denk dat we dit laten liggen. Misschien ga ik het ook eens een andere keer vinden. Maar ik denk dat we het zo even laten. Oké, nu hebben we dat voltooid, toch? Nu moeten we dus helemaal weer terug. Ja, talk to Uwak. Oké, dat gaan we dan maar even doen. We zijn ondertussen al een half uur bezig met deze missie. And I like it. I like it already. Wacht, wat is die gast? Love of Ice Spikes. Oh, dat is ook heel episch, maar... Ja, dat doen we maar even een andere keertje. Ik ga het ook nog eens gebruiken. Als ik het weer vind. Maar ik ga weg. Deze mag in principe ook al weg. Oké, laat me weer even terug gaan hoor. Gewoon rennen. Dat werkt het beste. Dat is bijna Indiana Jones altijd zo. Dan rent hij zo weg. En allemaal van die stenen en zo die achter hem aanrollen. Wat grappig. Even kijken hoor. Ja, dan moeten we zo. Kijk hoe groot het dan is. Je hebt ook allemaal van die zijkamers en zo. Ze hebben hier echt heel veel werk in gedaan. Ballesta of zo, toch? Ballesta Games heet het. Bedrijf, de compagnie die deze geweldige game heeft gemaakt. Nou, ze zijn in ieder geval wel een beetje uitgemoerd. Even kijken hoor, lopen we zo goed? Ja, zo lopen wij goed. Oh wauw, ik krijg deze fall damage daarvan. LOL! Dat was denk ik toch wel zo... Snel zo 2-3 meter hoog. Oh ja, nu moeten we weer boven zien te komen. Maar ik weet dan misschien hoe. Ik heb echt het gevoel dat ik straks door een of andere raar vis word aangevallen. Dat daar in het water zit. Het is hier ook echt gewoon creepy, weet je. Ik krijg kippenvel van. Ik vind het geen fijne plek. Laten we hem maar even gaan vermoorden. Nu we hier toch zijn. Kom dan, hè.
Boom! Done and done. The show too. Oké. Okay. Zie dan ook met hoe groot wapen ik eigenlijk speel. En ja, een goede vraag. Hoe komen wij daar? Komen wij via die toren daar? Maar niet. Nu even weer naar beneden. Oeh, dat heeft me wel een beetje damage. Ik heb ook even een beetje het gevoel. Zien het water zwemt ofzo, dat je allemaal slechter geeft. Oh, kunnen we hier naar binnen? Oh my god. Zo cool. Gewoon onder water. Waar zit hier iets van de pot ofzo? Wacht, laat me even first bussen. Hij zit hier iets, alleen. Oké. Okay. Even kijken hoor. Want we moeten hier ook weer uitkomen, alleen hoe? Oké, okay, dat zit letterlijk hier boven mij. Laat me even weer aan land komen. Kijk, daar moeten we naartoe. En de enige manier hoe wij dat doen, is even om te kijken waar we naartoe moeten precies. Want daar komt de enige. Oké, mensen, het is echt heel hatelijk. Ik weet echt niet hoe ik daar moet komen. Want het gewoon één groot doolhof is. Kijk, in principe, als we daar kunnen komen, dan kunnen we daar naartoe. Nee, misschien moeten we gewoon even meer omhoog gaan, dat we vanaf daar weer daarop kunnen springen ofzo. Dat is misschien wel een mogelijkheid. Of we moeten gewoon zo lopen. Even kijken hoor. Lopen we zo goed? Ik denk het wel. Ja, ja, juist, ja. Ja, we hebben het gevonden, mensen. Het heeft een tijdje geduurd, maar we hebben het gevonden. Ik denk dat ik ook een iets langere aflevering dan normaal hiervan ga maken. Snel weggaan, want ik vind het hier niet echt fijn. Gewoon in één keer rennen. Ik weet niet waarom we... Oh, al die spinnen hier ook. Ik weet niet waarom al mijn bloed van het skeletten afkomt. Al mijn bloed en vlees al weg is, maar zo wel. Ja. Ik zie wel hoe we moeten lopen. Ik wil hier snel weggaan. Ik vind het helemaal niet fijn hier. Ik neem nog wel even de potion of healing mee. En dan zijn we hier weg hoor. Zo, we beginnen al iets weer terug te komen. Ik vind nog steeds wel erg raar hoor, wat hier allemaal gebeurt. Maar oké, okay, het zal wel. Rare robots die ze hier aan het maken zijn. En weer een wachtschermpje. De map moet even weer geladen worden. Oké, okay, en we zijn weer terug. In de bewoonde wereld, gelukkig. Want ik vind het daar niet fijn. Het enige ding wat ik zeker weet. Ik snap ook niet wat die gasten hier nog steeds doen. Als ze zouden weten dat daar een fabriek onder zit. Die allemaal robots en weet ik veel wat allemaal maakt. Het lijkt me echt cool hè, als dat is gebeurd. Als je hier binnenkomt en je ziet opeens allemaal van die robots al die mensen aanvallen. Ik vind het ook wel een beetje een raar armoedig stadje. Het heeft wel veel guards, maar een beetje raar. Een beetje armoedig. Maar we kunnen nu weer, als het goed is. Kijk, moet ik al even op J klikken. M.
Moeten wij hier naartoe? Zo, let's go daar. We kunnen daar gewoon lekker naartoe fast travelen. Ik ben blij dat ik alvast heel veel van die punten heb, zodat ik dat in ieder geval niet meer hoef te lopen. Te lopen, zoals ze zeggen. En laten we maar weer naar binnen gaan, naar Winterhold. De Hall of Elements gaan we dan in. En dan loop ik weer verkeerd. Maar we gaan even het boek inleveren. Ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. Het is een soort van side quest, maar... Ja, de main story. Ik weet niet echt precies hoe ik dat voor elkaar krijg. Gaan krijgen. Oh, daar hebben we die lelijke kut weer. I don't want to see you treating any of these books poorly. Or we hundreds of years have gone into a... Excellent. I'll start translating it. Shouldn't take me more than a day or two. Yay. I only just got my hands on it. I can only work so quickly. Oké. Okay. Hij gaat lekker zijn broodje verder eten. Zou ik ook hebben gedaan. Ja, we gaan gewoon even nog een missietje doen. Ligt helemaal verkeerd weer. Even kijken. The Prophet. Even kijken, misschien kunnen we deze doen. Locate a mod freeze, ask people. Deze missies hebben we allemaal al gedaan, mensen. Het is al best wel veel, hoor. Elden knowledge. Talk to Aspern or Aknair. Nee, we moeten dus tegen Esmond of toe Alknell of zo praten. You need a book? You talk to me. Otherwise you're going to find yourself. Oh. I don't care if you wrote it yourself. If you want a book from here, I... That's the work of Septimus Cygnus. He's the world's master of the nature of Elder Scrolls, but, well, he's been gone for a long while. Too long. Where did he go? Somewhere up north, in the ice fields. He said he found some old Dwemer artifact, but, well, that was years ago. Haven't heard from him since. Oké. Okay. Nou, dat is dus... kijk, ik denk dat we weer weg moeten. Nou, het is dus weer een nieuwe missie. Die we weer een klein beetje gecomplete hebben. Ik ben wel blij dat ik de missie één keer die spreuk kon doen. Die toverspreuk. Zodat ik hier gewoon naar binnen kan. Terwijl ik gewoon bijna geen enkele magie kan gebruiken. Sommige heb ik zelfs te weinig magie voor. Maar ja... You stupid, hè. Stupid people. Dan heb je echt zoiets op... even kijken, wat was het op YouTube of zo? 9 plus 10. 21. You stupid. Ja, dat, zo zijn hun dus ook een beetje. Is zich wel grappig. Kijk, waar moeten wij helemaal naartoe, joh? Dat gaat nog verder die kant op, lijkt het wel. Laat even de world map zien. Oh, we moeten helemaal daar naartoe, joh. Oké. Okay. Even kijken hoe we dat gaan doen, hoor. Winterhold. Nou, winter is teken hier.
Ik heb het nog nooit zomer gezien. Oh, wat grappig. Wat grappig. Het is nog erger dan Nederland hier. Go, 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 go. Oh, wacht, kan ik in het water vallen? Ik weet het niet, misschien is het heel dom wat ik nu doe. Hoe kom ik, hoe de F kom ik daar überhaupt eigenlijk? Wacht, laat me even wat meer het pad volgen. Ik nog kan springen. Serena, ga weg! Oh, nu zit ik een beetje in de probleempjes. Oh, Windows doet alsjeblieft niet. Yes, ik zit er weer op. Oké, ik denk dat we gewoon zomaar naar beneden gaan. Net even iets veiliger. Het ziet er namelijk een beetje heel erg hoog uit. Of via die rotsen te gaan. Kijk, we gaan langzamerhand dan meer naar omlaag. Ja, als ik dit stuk ging springen en ik viel niet in het water, dan was ik sowieso instant dood. Kijk, we zijn nu pas naar beneden. Dat is misschien echt wel een stuk of 40 meter. Dat is logisch als je dat als mens had, dat je het dan niet goed echt met je komt. Zo te zien hebben we weer hele leuke vrienden. Ah, wolfjes. Sorry, ik hou van honden mensen. Alleen, als ze me aangevallen, ja, dan moet je toch wat, hè. Kijk, ook onder water. Mijn ijsblokken. Hier kunnen we gewoon overheen lopen. We lopen gewoon letterlijk over ijs heen. Nou, voor mij is het niet zo speciaal in Nederland. Mensen die in warme landen dit misschien later ooit eens gaan kijken, die denken vast van, oh, zo ziet ijs eruit. Mijn vader komt zelfs uit Italië, dus daar zie je, kom je het eigenlijk ook niet zo heel vaak tegen hoor, de hele dag, dit soort weer. Maar ja, we zwemmen er wel naartoe hè, I guess. Waar zijn we? Ongeveer op de helft. Sorry mensen, dit kan ik niet skippen. Ik kan jullie wel even een mooi uitzicht laten zien. Oh, ik heb echt het gevoel dat we sloom gaan. Oh. Oh, kijk, ik begin het al dichterbij te zien. We komen steeds dichterbij. Wel medelijden met hem dat hij door de kou heen moet zwemmen. Oké, laten we naar binnen gaan. Ik weet echt niet wat we gaan verwachten hier. Hier ben ik ook nog nooit geweest. Ik wist niet dat dit in de map zat. Laat zitten voor een missie. En holy shit, als je dit helemaal moet uitgraven, serieus, dan ben je heel lang bezig. Oké, we beginnen vriendelijk. We doen eerst onze wapens weg. Wow, weer allemaal van die rare dingen. Lost unknown and rise to your depth when the top level was built. Elder Scrolls, indeed. The Empire, they absconded with them, or so they think. The ones they saw, the ones they thought they saw. I know of one, forgotten, sequestered. Forgotten. But I cannot go to it. Not poor Septimus, for I have arisen beyond its grasp. So, where's the scroll? Gewoon meteen straight to the point. Here. Well, here as in this plain. Mondus, Tamriel, nearby. Relatively speaking. Cosmological scale. Well, it's all nearby. Can you help me get the other scroll?
Not. One block lifts the other. Septimus will give what you want, but you must bring him something in return. What do you want? You see this masterwork of the Dwemer, deep inside their greatest knowings. Septimus is clever among men, but he is but an idiot child compared to the dullest of the Dwemer. Lucky then they left behind their own way of reading the Elder Scrolls. In the depths of Black Reach, one yet lies. Have you heard of Black Reach? Cast upon where Dwemer City slept, the yearning spire hidden learnings kept. Where is the Black Reach? Under deep, below the dark, the hidden keep, Tower Mzark. Oftand, the point of puncture, of first entry, of the tapping. Delve to its limits, and Black Reach lies just beyond. But not all can enter there. Only Septimus knows the hidden key to loose the lock, to jump beneath the deathly rock. Jezus, dit is echt deels... Ja joh, hoe zeg je dat? Echt zo uit zo'n filmachtig iets ofzo. Two things I have for you. Two shapes. One edged, one round. The round one for tuning. Dwemer music is soft and subtle. And needed to open their cleverest gates. The edged lexicon for inscribing. To us, a hunk of metal. To the Dwemer, a full library of knowings. But empty. Find Mzark and its sky dome. The machinations there will read the scroll and lay the lore upon the cube. Trust Septimus. He knows you can know. Oké. Nou, we zijn ondertussen bijna ja, ongeveer nog 13 minuten en dan zijn we een uur bezig. Even kijken. Nou, ik denk dat we gewoon weer terug moeten. Ja, dat waarschijnlijk wel. Dus laten we maar weer teruggaan. Waar moeten we nu naartoe? Er wordt geautosaved. Waar moeten we naartoe? Ik zie daar een punt. Die wijst naar hier. En afstand is daar heel dichtbij. Dus daar gaan we gewoon even naartoe fast travelen. Zoals ik al zei, dat is heel handig. Ik heb alvast al die punten ja, een beetje over de map ben ik heen gelopen. Ben ik een paar dingetjes tegengekomen. En wauw, kijk eens. Oh, de maan daar. Allemaal, ja, hoe noem je dat? Vollicht. Oh ja, en hier was dat, hè. Hier was ook zo'n ingang waar je allemaal van die rare monsters en zo had. Allemaal rare shit. Misschien moet ik er weer in. Oh. Ga niet uit de game. Oh shit, een draak. Gaat hij ons aanvallen? Wil hem killen? Nou, ik ga niet verder. Oh, ja, hij heeft ons al de oorlog verklaard, denk ik. Oké, snel wegwezen. Oh nee, hier ben ik niet geweest. Dat zweer ik, mensen. Hier ben ik nog niet geweest. Nou, die andere twee torens die jullie daar toen net zagen. Maar hier nog niet. Oh, wauw. Ik ben benieuwd wat we hier weer tegen gaan komen. Deze game blijft me gewoon verrassen. Hoe groot en hoe eigenlijk, ja, zo uitgebreid vind ik het vooral. Jezus, wat is hier gebeurd? Hier is iemand afgeslacht. Dat is niet normaal. Nog niet eens één iemand, volgens mij meerdere mensen. Ik pak even deze, als jullie het niet erg vinden. Where is it? I know you are trying to keep it for your
Wow, dit laat me echt een beetje denken aan die gast van Lord of the Rings van It's my precious. Wacht, doe het even beter. It's my precious. Oh, 12 spider hier. Nu weer van die rare gasten. Ze komen allemaal rechtstreeks uit de fabriek. Waar we toen net waren. Ik moet wel even eerlijk tegen jullie zeggen. Soms heb ik echt, weet ik niet wat voor missie ik moet gaan doen. Want ik zelf niet snap hoe ik verder mee moet gaan. Dus dat is misschien ook een reden waarom. Waarom er zo lang tijd geen video is gekomen. Ook omdat ik natuurlijk, ik zit in mijn examenjaar, hè. Dus vergeet dat niet. Deze al gelezen, ja. Oké. Oh wauw, wat is hier. Ik ben echt nieuwsgierig. Ik wil eigenlijk alles gewoon zien, weet je, wat hier is. Maar ja, ik hou me een beetje aan missie. Oh! Shit, man. Schrik me dood. Dat komt ook opeens uit het niks. Ze hebben allemaal diamanten, dus het zijn geen goedkope gasten. Hij ligt naar mij of... Ik hoor hem. Ja, dit keer hoor ik je. Kijk, ze hebben allemaal diamanten die wat geldjes waard zijn. Oh my god, man, ik schrik me dood. Dat alsjeblieft niet meer doen, meneertje spin. Wow, ik ben echt zo bang dat dit gaat vallen. En dan ben je dood. Als dat op je hoofd valt... Nou oké, ik heb dan nog een helm op van goud of zo. Als dat op je hoofd valt, dan komt het niet goed met je. Neem dit ook maar even mee. Oh, monies. Altijd fijn. Altijd fijn. Hey! Zo. Jezus, man. Die beesten laten mij echt schrikken, hoor. Nou, die toorts laat ik hier wel liggen. Who is this, brother? Another of the smooth skins looking for food? And this one was sent out to us. You picked a bad time to get lost. Boom! Twee slagen ben je dood. Wat denken gij? Potion of healing. Oh, dat is wel handig. Neem maar ook mee. Oké, ik moet weer even wat dingen droppen. Ik weet echt niet wat hier allemaal gebeurt, hoor. Maar we moeten sowieso... Misschien ga ik nog aan het eind van deze aflevering gaan wat verkopen. Ja, zie je, ik heb te veel. Ik ga denk ik even een paar wapens of zo verkopen. Yes, ik heb ook echt heel veel van die staffen. En dat is dus juist zo irritant dat je iets weg moet doen wat eigenlijk heel veel geld waard is. Of iets wat heel goed eigenlijk is. Ja, ik zou wel even een potion zou ik wel even wegdoen. Ik zou wel even een paar potions wegdoen. Cure potion, die ga ik sowieso niet wegdoen. Nou, deze kunnen wel weg. Yep. Okay, let's go. Oh my god, we zitten gewoon weer in de fabriek. De ene naar de andere fabriek komen we tegen hier. Ah! Oh, dit is wel heel episch. We nemen hem mee.
Oh, 350. Hey, die common neem ik niet mee hoor, dat is mij iets te weinig. Wacht, maken ze hier die monsters ofzo? Want ik snap het echt niet. Nou, die is maar 80 waard. Wow. Wat zitten allemaal onder Skyrim mensen? Serieus. Who's there? I knew I heard something. Oh, ik begin het echt een beetje creepy te vinden wat hier allemaal onder Skyrim zit. Volgens mij zijn we ergens verkeerd gelopen of ligt dat aan mij? Wacht. Oh ja, we zijn ergens verkeerd gelopen. Sorry mensen. Ik let niet echt op. Ik zit... Zonder kop zit ik te lopen hier. Hoe komen wij daar eigenlijk? Nee, we lopen wel goed denk ik. Sorry. Sorry mensen, maar... Ja, we moeten... Nee, dit is de enige manier toch. We lopen wel goed. Ik beledig mezelf. Gewoon onterecht. Wauw, Thomas. Wauw. Oké, ik denk dat we dan hier naartoe moeten. Ik weet het niet zeker. Nee. Zo. Done and done. Oh, dit loopt gewoon dood. Wow, we zitten gewoon echt in de fabriek. Nou, ik ga me niet zoveel laten afleiden. Kijken, hoe moeten we lopen? I don't know, we gaan gewoon rechtdoor. Ik ben eigenlijk gewoon nieuwsgierig wat hier allemaal zit. Oh, hier kon je gewoon overheen springen, joh. Kommen. Oké. Waar moeten wij naartoe? Lopen we zo goed? Ik denk het wel. Ja! Yes! De puzzel is geunlocked. En ook achter allemaal rare namen in die kamers waar we naartoe gaan. Wel bijna level 18 zo te zien. Ja, die is mooi. Ik ga het. We gaan steeds dieper en dieper gaan we hierin. Ik zou serieus echt bang zijn hoor. Als dit zoiets in een terroristische organisatie of zo, dat nu net echt onder me bezig is of zo. Allemaal wapens aan het maken en zo. Allemaal spinnetjes. That will teach you. Zou ik trouwens even een ander wapentje pakken? Want hier gaat dus. Hier heb je dus een soort van durability op volgens mij. Ja, zie je. Dat gaat elke keer wordt het steeds minder. Weet ik nog iets van een normaal wapen? Eigenlijk niet echt, hè. Ja, ik moet echt even wat stuff gaan verkopen of... Zorg dat ik iets van een huis krijg of zo. Dan moet ik even een tutorial kijken misschien.
Nou, doe deze wel, joh. Die is mijn triomf waard. Ja. Wapenbolt. Nou, wacht, zijn dit van, is het, komt het van dwergen af of zo? Oh, wie loopt er nu weer te vechten? Het zijn ook echt werkers of zo. Oh, I see what you did here, maar ik wil het toch even zien. Hè? Wow, die is te episch. die trap is te episch, ik zweer het jullie. Oh wow, serieus. Wow. Hey, kan je me niet zo laten schrikken? Yes, ik ben level 18. Oh ja. Oké, ik heb het ook echt al een hele lange tijd meer gedaan. Oh, ik ga gewoon even hier weer in. Wat zullen we eens doen? Denk ik wat met Maatje Kia. Misschien is dat wel handig. Of wat meer stamina. Maatje Kia ga ik toch voor. Ja. Oké, even kijken hoor. Ik wil toch even kijken voor... Two-handed wapens. ...80% meer damage, dat zou nice zijn. Die kwaai is 60, maar we kunnen ook nog andere dingen doen. Attack with battle axes cause extra bleeding damage, nee. Can do a two-handed power attack while sprinting that does double critical damage. Standing power attacks. Deep wounds, attacks with great swords. Ja, warhammers, ja, die wil ik hebben. En ik ben level 30, dus dat kan denk ik wel. Ja, doe maar deze. Ik gebruik heel veel van die warhammers. Oké, nice. Nou, heb je dat ook weer eens een keertje gezien? Het is lange tijd geleden dat volgens mij in de video is voorgekomen. Ja. Oké, alleen even kijken hoor. Waar moeten we naartoe? Moeten we hier doorheen? Want nu ben ik de weg weer even kwijt. Ik denk dat we hier naar beneden moeten. Kijk, dit zijn allemaal van die rare ondergrondse tunnels. Het kan wel zijn dat ik bij deze eerder ben geweest. Want in die andere twee torens had je hier ook zoiets wat hier naartoe leed. Oké, maar ik ga even met one-handed spelen, want ik heb toch de OP armor. Moeten wij dan naar beneden? I guess. Let's YOLO it. Lijkt er wel op. Oh, die gast is doodgevallen. Lol. Jezus, we gaan dieper en dieper gaan we hier weer in. Bolt, thank you. Oh, ik dacht al, wie schiet dat op mij af? Lol, die is gewoon one klap dood. Death of lightning balls. Oh, als ik money nodig heb, dan moet ik echt eens een keertje hier naartoe gaan.
staat ook bij dwarven, dus ik denk dat het wel dwarven zo is. Ik hoop echt dat hun het gemaakt hebben. Alleen hier moeten wij niet naartoe. We moeten denk ik nog dieper gaan. Oh, au, 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 au. Kan ik me gewoon laten vallen of zo? Nee, ik kan me niet laten vallen. Maar waar de hel moet ik dan toe dan? Oh, ik ben echt zo bang dat ik hier straks niet meer uit kan komen. Oké, ik denk dat we hier al naartoe moeten. We hebben geen andere keus. Ja, sowieso. Ik denk dat we zo moeten lopen. Ah, bitches! Alle aqua! Hashtag YOLO, alles! Weet ik veel wat. Zwerk, nog wat dus. Zo. Nou, dat was geschreven. We zitten nog steeds in de fabriek, mensen. Hier zijn weer wat mensen afgeslacht, zo te zien. Heel wat stuf ligt hier allemaal. Ik vraag me nog steeds af, hè. Waarom hebben die dwergen dit gemaakt? Zijn er überhaupt nog dwergen hier? Skyrim. Oh, serieus? Hij loopt zelf in het vuur. Done and done. Doe ik even zo'n domme stem. Done and done. Oh shit. Oké, hey, het kost me best wel veel damage. Maar ja, ik kan 200 damage, kan ik... Dan pas ga ik dood. Oh, onthoofd. Oh, dat zag er episch uit, man, in dat gevecht. Oké, even kijken, waar moeten we nu naartoe? Ik zou het echt niet weten, ik denk hier. Ik ben eigenlijk nog wel even nieuwsgierig wat die hendel daar doet. Is dit weak potion? Nee, hebben we niet zo aan. Waar moeten we helemaal naartoe, mensen? Ik weet het echt niet. Laten we even kijken. Ja, maar dit is een of andere lift ofzo, toch? Ik denk dat we hier een beetje, ja. Ik denk dat we hier verkeerd zitten, hoor. Zitten we hier goed. Wow, kijk hoe groot het hier is. Oké, laat maar zitten. We gaan weer terug. Man, dit is echt gigantisch. Even, ja, ongeveer op dezelfde schaal als Skyrim. Jezus, heb je zelfs nog meerdere verdiepingen in. Oké, ik denk dat we nu goed komen ongeveer. Ik ben geen flauw idee, ik loop ook maar ergens heen hoor. Maar zijn we hier nog niet geweest? Oh, de stoelen en zo liggen hier. Oh nee, hier waren we toen net. Ja, waar moeten we naartoe?
Ik denk dat we wel even een stukje terug moeten lopen. Denk ik. Ik denk dat het hier ergens is. Als ik het zo zie. Of nee, we liepen toch goed, toch? Ja, nee, we liepen goed. Sorry mensen, ik ben soms af en toe een beetje gedesoriënteerd hier. Oh, doe alsjeblieft niet zo irritant. Zit hier trouwens nog wat in? Nope. No monies. Nee, we moeten toch deze kant op? Ja, denk het wel. Oké, dan gaan we dat ook doen. En hier ook nog naar boven toe. Waffendekken, rond boek. Daar hebben we niet zoveel aan. Oké, we moeten toch deze kant op. Nee, dan verder de mine in, I guess. Hier naartoe? Ja, ik denk het wel. Deze kunnen we weer gewoon normaal openen. Daar staat weer een vijandje voor ons te wachten. En dan ga ik nu weer hashtag YOLO op. En mijn vampiertje helpt. Hi. En ik wil hun even allebei killen. Ze hebben wel veel monies. Het is wel rijk volk en ook veel diamanten en zo. Nee, dat neem ik niet mee. Oké, waar zijn we nu dan? Nee, ik denk dat we dan hier naartoe moeten. Dat we dan goed lopen, want ik zie echt geen verschil in hoogte en diepte op die map. Maar we lopen nu ongeveer de goede kant op. Wow, ja, dat dacht ik al. Ja, die zag ik al. Ik wou alleen even zien wat hij deed. En ik ben blij dat ik het spel op easy heb gezet, want anders was ik nu al lang doodske geweest. Maar ja, het is een game, hè. Een game? Oh, shit. Oh, wat? Wat is dit? Oh. Nice traps hoor. Ja, ze weten wel hoe ze vallen moeten zetten hier. Dat is één ding wat ik wel sowieso zeker weet. Oh! Shaka! Ik heb trouwens 12.000 gold. Oh, dat gaat lekker. Nou, volgende. Wow. By the blood. Ja, deze aflevering gaat denk ik ongeveer zo'n 1,5 uur duren. Mooi in 60 fps. In HD. Dus geniet je nog maar even ongeveer zo'n 16 minuten van. Ik hoop dat ik deze missie nog af kan maken, want het is echt gigantisch groot hier. Oké, volgens mij lopen we zo verkeerd. Het zit ook vooral veel te zoeken hoor, want het is zo gigantisch groot. Dus dan weet ik echt mijn god niet waar ik naartoe moet. Maar ik denk dat we die poort of zo open moeten maken. Hier misschien ergens of zo. Lijkt er wel op. Juist, ja. Ligt hier trouwens toch iets? Nee. Gelukkig heb ik wel vaker van dit soort games gespeeld. Zoals Zelda. Dat is dan wel voor, ja, misschien. Het spel was voor 12 of zo, voor 16. Dat is dan misschien wel 9 of 13 jaar jongen, maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Oké.
Die gast lijkt me heel erg sterk. Dus daar gaan we even een ander wapentje voor pakken. En nu doet zijn armo 25% minder. Critical hit! Wow! Hij is dood. Nou, dat laat dus zien hoe sterk dit wapen is. Wow, what the F is dit dan? Oh, daar leeft hij misschien op. Ja, deze neem ik mee. Deze neem ik mee. Kan ik deze ook nog meenemen? Nope. Ja, oké, ik wil niet zo lopen, dus dat moet ik heel even droppen. We hebben gewoon bijna twee hele missies gedaan in deze aflevering. Oké, dit kan weg. Kan weg. Kan ik... Nope, nog steeds niet. Oh my god, wat haat ik dit. George. Steel Ignat. Yes. Let's just get out of here. Hasn't there been enough death? Of course you want me to leave. Just waiting for me to turn my back. So you can have all the glory for yourself. Who's there? I thought I heard you. I knew I heard something. Ik ga ze gewoon allebei killen. Boom! Boom! Oh! Oh, 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 oh. Oh jezus, het spel, je wordt er zo agressief van, ik zweer je. Oh my god, die killcam. Oké, nou we hebben het gevonden mensen. We zijn nu heel close. Die mensen maakten ruzie. Ik weet echt, ik heb echt geen flauw idee waarvoor ze ruzie maken. Voor de scroll natuurlijk. Wow. Just. Who's there? Just wow. What the fuck gebeurt hier allemaal? Oké, dit is weer even een mond open momentje. Het is ook echt letterlijk één zo'n ding die het hier beschermt. Wow, jezus. Deze game, ik zweer het je. Hier hebben ze echt heel veel uren aan lopen werken. Oh, zie dit dan. Allemaal kwallen. Wacht, ik ga er eentje aanraken. Oh, het doet met mij niks. Who's there? Oh, een random shit hier, hoor. Moeten wij hier ingaan? Ik denk het wel. We gaan gewoon naar de laboratorium. Ja, we zitten hier goed. Oh nee, we zitten hier niet goed. Dan zou ik het wel graag even willen zien. Ja, laat het maar zitten. Dan zou het maar heel cool lijken als we deze aflevering nog af zouden kunnen maken. Wow, zie dit dan mensen. Jezus. Deze game, echt, het blijft me gewoon bijna elke aflevering gewoon weer verbazen. Hoe groot het is. En ik weet niet over wat ik heen loop, maar het is heel donker. Ik doe even mijn gordijn dicht. Ik het zelf ook even wat beter.
Okay, we moeten hier of zo naartoe. Dat geeft me ook niet echt een super duidelijke uitleg. Misschien omdat het zo'n rare random plek is. Maar lopen dan. Deze rare plek. Door een kwal heen. Het was door een kwal heen. Ik wil hier eigenlijk nog even kijken. Oh shit. En dit voor beesten, joh. Rare shit zit hier. Kijk, ik ben eigenlijk wel even nieuwsgierig wat daar zit. Ik denk dat daar iets zit. Ik ben gewoon bang om hier in het water te gaan. Daar zit hier wat. Plant en een heel raar geluid komt hier vanaf. Oké, zij loopt achter mij. Wow. Hij kan ook hoe gigantisch groot het gewoon is. Hier is weer zo'n warrior. Wow, ik ben er nog steeds niet, hè. Gewoon nog steeds niet. Het is ook jammer dat ik niet kan rennen ofzo. Soms is dat een beetje raar, dat ik... als ik wil rennen. Ik heb geen flauw idee waar het aan ligt. Normaal zou je zo moeten rennen, maar dan ga ik gewoon juist lopen. Wow. Jezus. Ik denk dat we er bijna zijn. Ja, het begint al groter te worden op de map. 8 minuutjes ongeveer. Dan moet ik wel, ja. Dan kan ik nog even proberen om naar boven te komen. Maar dat is zo'n gigantisch groot stuk lopen. Dus ik denk dat we sowieso even deze missie proberen af te gaan sluiten. Het ligt eraan hoe lang die nog duurt. Oké. Okay. Tower of Massacre. Nu moeten we er bijna zijn. Nu moeten we echt bijna zijn. Oké, okay, laten we even in first person gaan. Is hij de gast die dit allemaal heeft laten maken zo? Ja, 80 is te weinig. Bier en zo. Wow, wat is dit? Is dit de, is het de kern of zo van de fabriek? Lijkt er wel op. Deze, zie hoe groot het ding is die dit allemaal aanzit. Ik denk dat dit een soort van kern is of zo. De power geeft. Ik wil wel even een beetje rondkijken. Zie dit ding dan. Alleen maar ruined books. Oké, wat moeten wij hier doen? Serieus. Ik moet iets met die kern doen. Oké, die zit erin. Oké. Wat nu? We nu... Oh wacht, kijk, hier is een deur open gegaan, denk ik. Nee, zo gaan we terug naar Skyrim. Dat moet denk ik niet.
the fuck werkt dit? Verandert iets, alleen wat? Wat is mijn objective? Ik hoef voor de Elder Scroll. Alleen de vraag is, doen we dat? Ze moeten hier blijkbaar iets mee doen. Alleen ik weet niet wat. We kunnen deze doen. Aha, kijk eens. Oh nee, we moeten deze wel ingedrukt houden. Dan zo. Wow. Oké, ik weet niet wat hier gebeurt, mensen. Ik weet het echt niet. Oh my god. Oké. Cool mechanisme, I guess. Elder Knowledge. Oké. Wow, mensen, wat? Oké. Nee, ik ga even lekker een aflevering nemen. Gewoon weer na al die tijd. Want het is niet zomaar een aflevering, Thomas. Dat is een hele speciale zelfs. Shit, man. Rare shit gebeurt hier. Waar zijn we nu dan? De world map. Oké, dat lijkt. Ja, nou, volgens mij zijn we best wel ver. Ja, maar dat koelt even mee. Oké. Nou, ja, misschien kunnen we deze missie nog afmaken. Kijk, waar moeten we naartoe? We moeten hier naartoe. Of zou ik het spannend houden en zou ik zeggen, dit gaan we in de volgende aflevering zien. You have it. The Kel. The Elders. Oké, ik ga het zeven. Ik ga het zeven. Dit gaan jullie de volgende aflevering zien. Oké, mensen van de programma Toos.9, gelukkig dat jullie naar deze video hebben gekeken. Like en abonneer voor meer. Like nu natuurlijk op het blauwe duimpje en abonneer op het rode balkje. En dan, zie je dit spannende moment van Elder Scrolls de volgende keer. Doei!